Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor vier verschillende aandoeningen in de elleboog bij de hond. Bij de kat komt elleboogdysplasie niet voor. De vier aandoeningen die vallen onder elleboogdysplasie zijn los processus anconeus, los processus coronoideus, elleboogincongruentie en osteochondrose desiccans. Er zijn hondenrassen die vaker last hebben van elleboogdysplasie. De leeftijd waarbij de hond klachten krijgt verschilt per aandoening. Vaak worden de eerste klachten al gezien op de leeftijd van 6 maanden. Een elleboog met elleboogdysplasie bevat vaak veel gewrichtsvloeistof. Hij is ook pijnlijk met het buigen, maar vooral bij het strekken. Soms is er ook sprake van een gevoel van zand in de elleboog tijdens het bewegen. Om een juiste diagnose te stellen, zal de orthopeed röntgenfoto's maken van de elleboog. Gelukkig zijn er meerdere behandelingen mogelijk, afhankelijk van welke aandoening de klachten veroorzaakt. Om met sommige hondenrassen te mogen fokken, worden röntgenfoto's van de ellebogen gemaakt vanaf de leeftijd van 12 maanden. Voor het maken van goede elleboogfoto's moet de hond in bepaalde posities liggen. Hierbij worden de voorpoten gestrekt en moet de hond helemaal kaarsrecht liggen. Meestal lukt het om de foto's te maken bij de wakkere hond. Alleen als de hond zich hevig verzet, krijgt hij of zij een roesje. Voor deze officiële keuring van de ellebogen heeft u geen verwijzing nodig van uw dierenarts. Voor de Raad van Beheer moeten verschillende gegevens worden ingevuld. Wij sturen alles voor u in en daarna krijgt u van de Raad van Beheer bericht over de uitslag.